Dwars op de Week. Dit was de week waarin bekend werd dat koning Willem-Alexander en zijn gezin Koningsdag volgend jaar in Rotterdam vieren. Dit was ook de week waarin bekend werd dat de Urker Kottervloot waarschijnlijk voor een derde zal verdwijnen. Maar er gebeurde meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week panel. Hier weer aangeschoven deze week met voormalig geschiedenisdocent Jaap Eelman uit Lelystad. En Ruud Bootsma, voorzitter van de evenementencoördinatie Lelystad. Ja, komt uiteraard natuurlijk ook uit Lelystad. Heren, allebei goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Allereerst jullie eigen nieuws. Ruud, wat is jou de afgelopen week opgevallen? In een treurnis vind ik hoor, op het ogenblik. Krant vind ik vervelend om te lezen. En nou krijgen we weer het nieuws over ons heen dat ouders steeds minder in staat zijn om de kinderen te ondersteunen met leermateriaal voor op school. Mm-hmm. Nou gaan we toch ergens wel een grens over dat ik zeg, jongens, in Nederland, hoe kan dit toch waar zijn? Waar zijn al die schrijvers tijdens de verkiezingen die over onderwijsverbetering spraken? Waar zijn ze nou? Onderwijsverbetering betekent toch op zijn minst dat je de zaak, en mijn buurman weet het nog beter dan ik, dat je de zaak faciliteert op een fatsoenlijke wijze. Ja, dat dan zijn er gewoon ouders die dat niet meer kunnen, omdat gewoon de centen op zijn. Ja, vroeger kregen ze natuurlijk gewoon boeken van school. Ja. Zeker op de lagere scholen werd gewoon altijd met boeken gewerkt. Gewoon reisjes naar Griekenland. Nu moeten de dure laptops komen. Ja. Maar dat moeten mensen wel opbrengen en dat kunnen ze dus niet meer opbrengen. En wat gebeurt er? Natuurlijk weer niks. Er wordt weer, we denken erover na en we zien het wel. Het wordt weer naar voren geschoven en weer niet adequaat optreden. Weer niet, zeg ik met nadruk. Ja, nou, we noemen nu laptops en zo, maar vandaag gaat het zelfs al over schriften en potloden. Het gaat overal en over. Het gaat overal over. En ja, je kunt beginnen bij het niet eten voor naar school gaan, hè, want daar begint het probleem al. Het is toch niet te geloven? Ik verbaas me steeds weer. Ik kan het ook gewoon niet meer dat ik denk, hoe is dat toch mogelijk? Maar zou het niet zo zijn dat ik ben in een dat heel gewoon gezin opgegroeid, een arbeidersgezin uit Amsterdam. Ik kan mij niet herinneren dat in mijn klas, en ik moet tot mijn schaamte zetten, dat was in 1952, 53, kinderen zonder eten naar school gingen. We zijn nu vele jaren en vele kapitalen verder. En de kinderen krijgen niet meer te eten voordat ze naar school gaan. Jongens, wat zijn we aan doen in dit land? Het hele land gaat naar de kloten. Ja, of zou het misschien nu gewoon zichtbaarder zijn en eerder gemeld worden dat dit soort situaties zich voordoen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Jaap? Ja. Mijn onderwerp? Ja, wat is jouw onderwerp? Ja, ik toch wat positief nieuws. Gelukkig. Laat me raden, iets met de Marker Walden. Nee. Oh. Waar ik mij over verbaasde was het maritieme grensakkoord tussen Israël en Libanon, wat bijna rond was. De geopolitiek, vooral rond de energie, is natuurlijk heel actueel momenteel. En voor de kust van Israël en Libanon liggen grote gasvelden. En die wilden ze alle twee graag exploiteren. Maar ja, ze onderhouden geen diplomatieke betrekkingen, zijn eigenlijk nog bijna met elkaar in staat van oorlog. Libanon staat er desastreus voor economisch. Het hele elektriciteitsnet is uitgevallen. Dus die wil ook heel graag van de week een bankenrun. Ja, die wil ook heel graag dat gasveld exploiteren. En Israël natuurlijk ook, want die wil graag het gas naar de EU exporteren. Dus ja, nu lijkt toch dat die economische motieven ertoe geleid hebben dat de vijandelijkheden even aan de kant geschoven worden. En dat men toch tot een akkoord komt. Dus ja, onder hele hoge druk worden veel dingen vloeibaar. Ja, ik ben vooral het gas. Ik ben benieuwd hoe eerlijk er is gemeten hoe groot dat gasveld is. Want nou, men moet nog aanvullend onderzoek doen, maar dat schijnen behoorlijke gasvelden te zijn. En het probleem is natuurlijk de zeegrens, want daarover zijn de meningen verdeeld. Vandaar ook de problemen rond die exploitatie. He, want Israël houdt een iets andere grens aan dan Libanon aanhield. Dan heeft Amerika zich er nog een keer bemoeid, heeft een uitspraak gedaan. Nou, Israël heeft vervolgens weer zijn eigen grens gedeponeerd bij de Verenigde Naties. Nou, kortom, daar kwam men niet uit. Maar nu lijkt het toch dat praktisch economisch inzicht wint en men gewoon met een hele praktische oplossing komt. En dus dat kan dus wel, blijkbaar. Ja. En ik denk ook dat je, als je tot dat soort oplossingen komt, dat dan ook andere oplossingen op het gebied van toch elkaar wat anders benaderen, wat dichterbij komen. Denk je dat dit een blauwdruk is voor Oekraïne en Rusland? Of is dat weer niet één? Dat is wel een heel andere situatie. Want, maar in Libanon is het extra gecompliceerd, omdat Hezbollah daar natuurlijk ook een enorm grote rol speelt. Die eigenlijk niet zo voor dit soort akkoorden is. Omdat je eigenlijk
erken je impliciet de staat Israël hiermee, omdat je daar een akkoord mee sluit. En daarom is het ook zo historisch dat dit gelukt is. Ja. In ieder geval, de eerste letters staan op papier van zo'n akkoord. Precies. Ja, ja. Heel goed. Zometeen gaan we het hebben over de crisis stapelt zich op. Hè? We hebben echt van alles en nog wat. Er is zelfs sprake van een asielcrisis. En in hoeverre vinden jullie nou dat gemeenten verplicht kunnen worden, bijna gedwongen worden, om asielzoekers op te vangen? Zometeen meer. Dwars op de Week. En dat onderwerp is de asielcrisis. Er ligt namelijk een wetsvoorstel op tafel, gesteund door gemeenten en provincie, dat ervoor zorgt dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Staatssecretaris Van den Burg ligt er nu over in de clinch met zijn eigen partij. Want de VVD vindt dat voorstel te ingrijpend. Nou, we bespreken het met ons Dwars op de Week-panel. Hier nog steeds aanwezig Jaap Eelman en Ruud Bootsma, alle twee inwoners van Lelystad. Ja, Ruud, wat vind je eigenlijk van het principe van dwang? In dit dossier. Kom, ontkomen er niet meer aan, hè? Gemeenten spelen vals. Dat is eigenlijk toch het verhaal. De ene gemeente moet alles, wordt alles van verwacht. En de andere gemeente zit achterover te leunen en kijkt wat de ander doet. En dan vind ik het eigenlijk het teken van fatsoenlijk bestuur dat je een vorm van dwang gaat toepassen. Ja. Ja. Dus ik ben er niet zo erg van geschrokken. Wil je het probleem oplossen? Ja, wil je dat? Dan moet je het zo doen. Anders los je het nooit op. Ja, ik vind dwang een zwaktebod. Ik snap wel dat ze nu in een hoek zitten waar je eigenlijk niet anders kan. Maar ik vind, wil je voldoende draagvlak ook bij de bevolking van die gemeentes krijgen, dan moet je naar een ander soort opvang. Ik denk dat we af moeten van die hele grootschalige aanmeldcentra en opvangcentra. En dat je veel kleinschaliger op moet vangen. En voor de rest een hele kleine groep in de asielzoekerscentra die overlast veroorzaakten, de zogenaamde veilige landers. Ja, daar zal je echt nog wat meer mee moeten doen. Want dat is maar een heel klein percentage wat het eigenlijk het hele imago voor de rest verpest. En ik denk dat je zag het met die Oekraïners, daar kon opeens een heleboel voor geregeld worden. Je hebt natuurlijk een probleem met de statushouders. Hè? Je zal echt iets aan de doorstroming met de statushouders moeten doen, zodat je veel sneller die mensen aan huisvesting kan helpen. Maar ja, juist het probleem. Er is woningnood in heel Nederland. Ja? Dus dat vereist toch hele andere maatregelen. Er zijn een aantal gemeentes die gezegd hebben, wij geven een aantal maanden asielzoekers, statushouders geven we vooraan. Om de achterstand op te lossen. 18 van de 100 woningen. Dat deed even pijn, maar dat zijn wel gemeentes die wel hebben laten zien dat ze daadwerkelijk mee willen helpen om het probleem op te lossen. Ja, maar even naar Ruud, want Ruud, jij roept 18 van de 100 woningen gaat naar asielzoekers. Ja. Zeg je dat omdat je vindt dat dat veel is of omdat je vindt dat het weinig is? Nee, ik vind of weinig is, kan ik niet helemaal beoordelen. Ik vind nul, dat vind ik niet aan de orde. Je laat die mensen toe. Dus je zult moeten zorgen dat ze op een of andere manier, op enig moment, gehuisvest worden. En dan vind ik 18 op de 100, vind ik geen schokkend getal. Nee. Ondanks dat ik zelf de woningnood meegemaakt heb in de jaren 60. Dat je geen huis kon krijgen. En ik weet hoe vervelend dat is. Dat is voor iedereen heel vervelend. Maar dat kun je niet ophangen aan de statushouders. Dat heeft met beleid te maken. En daar valt wel een hoop aan te merken. Maar daar had stond er twee weken geleden zo'n artikel in de Volkskrant. Daar lieten ze een aantal hoogleraren praten over de asielcrisis. Er was er eentje die zei, misschien moet je het helemaal geen crisis noemen. Want we hebben het nu over 65.000 mensen, geloof ik. Als je kijkt naar hoeveel Oekraïners naar Nederland zouden komen, 150.000. Daar werd niet over een Oekraïnerscrisis gesproken of zo. Dus misschien zit het ook nog wel in de woordkeuze. Dat je misschien daar wel of niet bereid bent om iets op te lossen. Ja, maar het is helemaal de beeldvorming. Hè? Wordt als probleem geframed meteen. Ja, kijk, het is gewoon de beeldvorming. Het is natuurlijk van alle criminaliteit komt door de asielzoekers. En alles wat verkeerd is, komt door de asielzoekers. Nou, sla de krant maar open. Dus misschien één artikeltje negatief over een asielzoeker. En de andere 20 zijn gewoon Nederlanders. Dus wat dat betreft hoeven we ons niet te generen. En als je wil, kun je er altijd een negatief beeld omheen bouwen. En dat gebeurt. En daarom vind ik wat er nu gebeurt, daar kom je natuurlijk op, dat de VVD tegen de eigen bewindspersoon ingaat. Toneel, jongens. Toneel. Moet een heel klein beetje bij de PVV in de buurt blijven. Dus kunnen niet helemaal zeggen dat ze het goed vinden.
Maar een beetje vinden ze het wel goed, want dat hadden ze vorige week al afgesproken met elkaar. Ja. Nou, hij zal ook veel minder moeten jojoen met die COA-capaciteit. Hè? Want dat is natuurlijk in het verleden, dan kwamen er wat minder instroom en dan werd meteen alles weer verminderd. Locaties werden gesloten, terwijl sommige gemeenten zeggen, nou, misschien kunnen we die locaties dan tijdelijk even voor wat anders gebruiken. Voor tijdelijke studentenhuisvesting of zo. Maar hou ze dan in stand. Want we hebben geen zin om de volgende keer dat weer helemaal op te starten. Ja, ook personeel afbreken, in dienst van COA. En je kan ook natuurlijk je voordeel doen. Een heleboel asielzoekers die hier komen, bijvoorbeeld uit Iran of uit Syrië, zijn hoog opgeleid. En dan mag je hartstikke blij mee zijn met de huidige personeelstekorten. Ja, maar ook gewone handjes. Het hoeft niet alleen maar hoog opgeleide mensen te zijn. We hebben ook gewoon handjes nodig. Ja, maar er zit dus heel veel kwaliteit bij die asielzoekers. En dat wordt veel minder bekeken. Dan zie je een arts die specialist geweest is in Syrië, op een hoog niveau zijn werk gedaan heeft. En die moet een eindeloos traject volgen hier voordat hij zijn vak weer uit kan oefenen. Met tandartsen in hem dito. Het is volkomen belachelijk. Ja. Dat is echt vernietiging van menselijk kapitaal. Maar kijk, we gaan ook stemmen op om gewoon even tijdelijk misschien wel de grens te sluiten. Niemand meer toelaten, zodat dit zich oplost hier in Nederland. Dat je dan uiteindelijk gewoon een soort uitstroom krijgt die wel geleidelijk aangaat. Zouden we gewoon niet tegen Europa moeten zeggen, aju paraplu, we stoppen er even mee. Wat betreft internationale wetgeving kan dat niet. En daar heb je voor getekend als land. Je kunt het niet alleen doen. Nee, je doet met elkaar of je doet niet. En je ziet ook dat bepaalde landen in Europa, die hebben echt de zwarte piet toegespeeld gekregen. Als je de enorme belasting ziet van een land als Italië, wat die aan asielzoekers te verwerken heeft gehad, bijvoorbeeld. En in het armste deel van het land. Ja, precies. En vooral in het puntje in de laars en zo. Daar. En toch zijn er ook landen zoals Hongarije die zeggen, nou, wij hoeven ze niet en die sluiten hun grenzen. Dus daar kan het wel. Ja. Zouden wij dan toch ook misschien niet het braafste jongetje van de klas moeten zijn? Ja, maar wij niet dat je aan de leiding gelukkig. Gelukkig niet, nee. Nee, daarom. Maar goed, blijkbaar kan het eigenlijk wel. Maar dan zul je dus ook genoegen moeten nemen met zo'n soort president. Nou, dat willen we niet. Laten we dat maar niet doen. Ik ga iets heel kwalijk zeggen misschien. Maar ik denk dat de instroom van asielzoekers politiek een hele tijd moedwillig getraineerd is. Om dat gewoon zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Terwijl, dat is helemaal een gevaarlijke opmerking. Dit nee, maar ik denk daarvoor zitten we nu in deze problemen. En de partij die daar onder andere aan mee heeft gewerkt, zit nu ook weer in de regering. Dus ik vind het op zich prima dat er eens wat steviger doorgepakt moet worden. Want er zal wel iets gedaan moeten worden. Want het is toch niet te verkopen dat mensen in een land als Nederland buiten moeten slapen met kleine kinderen. Ik hoor nu voor de tweede keer, het zou toch niet moeten in een land als Nederland. Het is toch gênant, joh. Goed, zometeen. De Floriade is voorbij, maar de financiële tegenvallers blijven binnenkomen. De teller staat nu op bijna 100 miljoen voor de gemeente Almere. We bespreken het zo. De Floriade is ten einde en de rekening is opgemaakt. De teller staat nu op bijna 100 miljoen euro verlies voor de gemeente Almere. De vraag is dan natuurlijk ook best wel belangrijk. Kan er ooit nog eens een Floriade worden gehouden? Of eens, maar nooit weer? Ja, we leggen het voor aan ons Dwars op de Week panel. Deze week met voormalig geschiedenisdocent Jaap Eelman en Ruud Boot. Voorzitter van evenementencoördinatie Lelystad. Beide ook inwoner van Lelystad. Allereerst maar eventjes de vraag. Ruud, ben jij geweest? Ja. Ja? Wat vond je ervan? Fantastisch. Oké. Okay. Wil je er nog over uitweiden? Of is het sarcastisch? Nee. Je kijkt wel een beetje ondeugend als je dat zegt namelijk. Ik ben er bij de aanleg geweest eerst. En dat kwam omdat een vriendje van me daarbij betrokken was. Dus kon ik een keer mee, kon ik kijken. Nou. Dat zag er zeer, zeer, zeer goed uit. De plannen waren mooi. Toen ben ik geweest vlak nadat het open was. Toen dacht ik, ja, trek je daar mensen mee en tegen die toegangsprijs? Die bedenking had ik wel meteen. Maar een paar weken terug was ik er. We liepen tegen het einde. Gelukkig voor een aantal mensen. En toen vond ik het echt weer prachtig. Prachtig, ja. En waar kwam dat dan door? Was dat doordat de natuur allemaal wat meer... Wat ik vind, ik heb een aantal van die Floriades meegemaakt, waaronder Zoetermeer en nog een paar. Dat men er toch iedere keer in slaagt om het weer anders, weer andere accenten te leggen. Ik vind het qua evenement, fantastisch evenement. Even niet al die bijzaken en hoofdzaken, wat ik het ook noemen, die nu een rol spelen. En als je dat dan ziet, dan verbaast het mij zeer. En ik vind het een verkoopproduct voor Nederland. Zo wil ik het toch wel zeggen. Nou, dan gaan we naar Jaap. Ben je geweest eigenlijk? Ik ben ook geweest. Ja, sommige dingen vond ik leuk. Ik vond vooral de hoek achter de vuurtoren, waar alle natuurtuinen zo aangelegd werden. Dat vond ik heel leuk.
En waar ik van schrok, de kwaliteit van sommige landenpaviljoens, die vond ik zo armzalig echt. Dat ik echt denk van ja. En ja, de rol van de commercie is toch wel ook wel heel groot. En, had je je eigen broodjes meegenomen? Nee, we hebben daar wel wat gekocht. Maar oké. Okay. Maar nou ja, ik vind het nogal wat 100 miljoen. Het aanleg van de Markenwadden heeft minder gekost. Als ik het dan mee vergelijk. En ik heb even gekeken dan. Hè. 1960 was de eerste Floriade, Rotterdam. Hè. Opening van de Euromast. Ook daar was toen al een kabelbaan. Gemiddeld salaris in die tijd, maandsalaris, zo rond de 450 gulden per maand. Entreekaartje kostte 2,25. Kinderen tot 15 jaar een gulden. Toilet, als je naar het toilet moest, moest je een dubbeltje betalen. Entree tot de Euromast kostte 1,50. En de kabelbaan kostte 1,25. Mm-hmm. De kosten waren 12 miljoen van de Floriade toen. Wat in de wederopbouwperiode best veel geld was. Ja. Was ook een evenementenbureau wat het georganiseerd heeft, onder andere. En er was een heel grote sponsoring van allerlei tuinbouworganisaties die ook toen landelijk stevig georganiseerd waren. En er is dus ook geen verlies geleden toen. En er zijn toen 4 miljoen bezoekers geweest. Ja. Dus dat was wel succesvol. We gaan ze niet alle 7 bespreken. Nee. Maar dit vond ik wel leuk als vergelijking. Ik denk wat het succesvol gemaakt heeft ook, is de hele gemengde betaling van die Floriade toen. Want in die wederopbouwperiode was die 12 miljoen was best een heel bedrag. En dat was best wel een risico. Maar Rotterdam wilde zich ook graag laten zien natuurlijk naar die wederopbouw. De andere Floriades, Amsterdam is ook redelijk succesvol toen geweest. Daar ben ik zelf geweest. Daar hebben we het Amstelpark aan overgehouden. Hè, met de kabelbaan en het reuzenrad toen bijvoorbeeld. Die kabelbaan komt steeds terug. Ja, nee, maar ja. Die komt ook steeds terug. Ja. Nou ja, Zoetermeer heeft natuurlijk die heeft het verlies weten af te wentelen. Omdat ze een gedeelte van het Floriade-terrein als woonwijk konden verkopen. Een heleboel voorzieningen lagen er al. Dus die projectontwikkelaar wilde daarvoor flink geld voor betalen. Anders hadden ze ook verlies geleden. Ja, Venlo is natuurlijk wel een drama geweest. Want ja, 2 miljoen bezoekers en 9 miljoen tekort. Ja, dat kwam vooral door de parkeerterreinen, begreep ik. Dus. Wat ik dramatisch vind, is het aantal bezoekers in Almere. 685.189 betalende bezoekers. Ja, en waarvan uitgerekend is dat die gemiddeld 6 euro waarschijnlijk voor een kaartje hebben betaald. Op basis van de cijfers die we nu binnenkrijgen. Ja. Terwijl eigenlijk een kaartje was 39 euro. Ja. Dus je moet je afvragen. Ja, waar dat is wel een vreemde fout gemaakt. Jullie zijn dus geweest. Het was wel een mooie ervaring, begrijpen. Dat kunnen we. Maar ja, het valt dus super tegen. Hè? De gemeente heeft er niet uitgehaald wat er misschien wel in zat of kon halen. Wat wel heel leuk was. Ik wil niet helemaal negatief zijn. Dit is gewoon niet uit te leggen. En ik zou het ook niet kunnen. Daar hadden we het ook net over. Maar ze hadden wel de wind tegen. Hè? In de hele voorbereiding, het hele corona-gedoe. De landen kwamen niet opdagen. Dus hebben sponsors er heel wat sponsors haakten af. Dus er is wel wat gebeurd. En dan hadden ze notabene de PVV ook nog in de raad van Almere zitten. Nou, daar ben je ook klaar mee. Je had ook 2 jaar geleden kunnen zeggen, nou, laten we het maar niet doen. Ja, maar dat gebeurt niet zo graag. Dat heb ik nog nooit ergens meegemaakt. Maar is dat niet... Er is dus een point van no return op een gegeven moment. Je hebt er al zoveel in geïnvesteerd. Maar volgens mij zijn er in dit project 5 points of no return geweest ongeveer. Nou, laten we dan even kijken naar 100 miljoen euro. Dat is het verlies ongeveer wat de gemeente gaat optekenen. De teller is nog niet gestopt met tellen. Want er komen misschien nog allerlei briefjes uit laadjes als ze aan het opruimen zijn. Dat is pas ook nog gebeurd. hebben jullie... volgend jaar moet de Nederlandse tuinbouw raad gaan bedenken, gaan we het weer doen ergens? Zou er een gemeente zijn die dat zou willen, denk je, Ruud? Niet meer op deze basis. Ik denk dat die financiering moet heel anders. En dan moet je veel meer zekerheid hebben over dat je er niet zoveel gemeenschapsgeld meer in moet stoppen. Hè? Want het is voor de gemeente Almere natuurlijk ook wel een zure appel. Ja, die hebben dat geld uitgeleend aan de BV Almere. Hè? En die konden ook grotendeels hun eigen beleid voeren. Dat is natuurlijk, dus je geeft in feite... Zij hebben garant gestaan. Ze hebben eigenlijk bijna een soort blanco cheque gegeven in een aantal gevallen. En dat is natuurlijk een constructie die niet zo slim geweest is. Wat ik trouwens wel heel leuk vond, is hoe de provincie zich presenteerde op de Floriade. Want de virtuele ballonvlucht over de Flevoland vond ik wel heel erg mooi gedaan. Ja, nou, er zaten maar we hebben allemaal onze hobby daar wel een beetje in. Dit vind jij leuk en dat vind ik. Nee, maar dat viel me echt op. Maar dat maakt ook niet uit. Dat mag ook. Want je moet ook iets aantrekkelijks vinden. Nou maar, goed, ik begrijp. Jullie hebben er niet heel veel vertrouwen als het op deze basis gaat dat er dan over 10 jaar weer een nieuwe Floriade wordt gehouden. Hangt ook van de economische toestand over 10 jaar.
je als Flevolander dat dit in de provincie plaats heeft gevonden? Nee. Nee, waarom moet je ervoor schamen? Dat kan gebeuren, ja. Dat zit opgesloten in dit soort grootschalige evenementen. Dan kun je zo'n risico lopen. En als je dan vraagt, moet je de volgende keer weer op dezelfde manier doen? Nee, natuurlijk niet. Je gaat niet afsteven op een verlies van 100 miljoen. Je gaat het anders proberen in te regelen. En lukt dat niet, dan moet je ermee stoppen. Goed. Heren, ik wil jullie bedanken dat jullie hier waren. Jaap Eelman, Ruud Bootsma. En binnenkort zien we jullie gewoon weer hier aan tafel. Dank jullie wel, hè.